namelijk nooit je nek getraind, of wel? Nee, dat is een tijd geleden in ieder geval. Dan gaan we lekker rustig aan doen. Want we moeten niet met nekblessures of met nekbraces gaan rondlopen. Ja. Dat doe ik meestal. Ik fake automatische reactie. Tenminste voor degene die MMA kijkt of worstelen. Weet als iemand naar je been gaat dat je moet sprawlen. Dat je heupen in de mat en moet tegenhouden natuurlijk. Maar wat krijg je? Wil je die ook even voelen hoe dat is? Een beetje vliegen? Tuurlijk. Ja? Zeker. Doe een beetje zo. Is die onderdeel goed losmaken, want het gaat vliegen nu. Ga hem niet zo vliegen, laten vliegen hoor. Ik ben wel wat gewend. Dus je gaat naar één been. Ja. Dan kun je voelen wat het is, die vaart en snelheid. Precies. Als naar één been ga ik hier. Ja. Dat is meer dat beetje dat duw. Waarom? En wij zeggen ook als we gaan aanvallen, hebben we onze handen aan de binnenkant. Ja. Waarom? Als ik mijn handen aan de buitenkant heb, jij hebt je handen aan de binnenkant. En ik kom, voel je dat mijn schouder druk? Ja. Voel je dat? Zie je? Dus kom je een stuk dichtbij. Elke keer als ik kom, je voelt me aankomen dat je je handen hier hebt. Ja, hij zegt tegen mij, dus ik moet jou terugpakken. Dus, Ja, dat kan. Dat kan altijd als je wil terugpakken. Maar het kan dat ik alweer terug ga pakken, zit ook erin. Maakt niet uit. Die risico ga ik aan. Maar dan moet ik slapen. Dat doe ik niet, toch? Huh? Wat ik hier doe, als ik te diep ga, dan kun je dat doen. Ja. Grijp dat je dat doet. Maar zelfs dan, mocht ik iedereen richten. Ik heb natuurlijk zo'n reactie op je borst. Dan moet ik je vanaf hier komen. Ga je doen? Vanuit hier keer mijn rondje ook. En doe je dat? Al doe je dat? Ook doe je dat? Beste kijkers, we hebben net lekker getraind met Adam. We zijn nu in zijn wijk. Ga je ons meer vertellen? Het is mijn wijk. Hier ben ik niet geboren, maar ik ben hier wel opgegroeid als het ware. Ik kom uit een ander gedeelte, Amstelstraatweg, noemen ze dat. En daar ben ik echt geboren. Om 5 jaar ben ik hier naartoe gekomen naar Overvecht, Overvecht Noord. In de zijn door de klok. Hier is het, klinkt heel gek als het hier is allemaal begonnen, klinkt net als de rest. Maar hier heb ik sprintjes, mijn eerste sprintje, laat ik het zo zeggen. Maar gewoon echt, hier heb ik vrienden, echte vrienden leren kennen. En van A tot Z meegemaakt. En hier heb ik ook dat sprintje getrokken als het lantaarnpaal aanging naar huis. Rennen. Want ik moest al thuis zijn eigenlijk. Voetballen, waar ik natuurlijk dol op ben. En van alles een beetje. Voor mij een place to be. Ik zeg altijd een bekende quote. Voor de jongens uit de buurt hier. Hij weet het zelf ook. Goeie vriend van mij. Beste vriend. Ik zeg altijd, na Mekka komt Overvecht, zeg ik altijd. Hij is met jou opgegroeid. Ja. We zijn samen hier opgegroeid. Ja. Hey, ons... Dus laten weten wie jij bent. Natuurlijk, ik ben Anwar. Ik ben 22 jaar. Ik ken Adam al mijn hele leven. Vanaf onze basisschooljaren tot aan nu. En inshallah zal die lijn doorgetrokken worden tot in de toekomst. Ik ken Adam als een hele grappige jongen. Heel levendig. Dat is eigenlijk zijn sterkste wapen. Dat je nooit kan aflezen wat er wel of niet afspeelt in zijn leven. Ja, hij heeft wel een beetje een pokerface, hè? Ja, zeker. Zeker. En hij blijft in alle tijden lachen. En wij hebben altijd een chemie met elkaar gehad. En hoe dat komt, ik denk dat dat komt door, iets wat we gemeenschappelijk hebben. We zijn echt strijdlustig. We zijn opgegroeid in een milieu waar heel veel mensen het allemaal op zich af laten komen en een beetje lui zijn en zo. Maar wij hebben dat harde werken en dat bittere willen aanvoelen juist hebben meegekregen. En dat zie je ook in Adam, hij doet het goed in de sport. En inshallah zal hij daar komen waar hij wil komen. Je ziet het ook, in het daglicht door Overvecht, weet je wat gezet op. Er zijn hier topsporters, kijk, de voetballer, Afelay, hij staat hier, begrijp je, jongens waar we trots op zijn. Begrijp je, die komen ook allemaal hier vandaan. Precies. En maar toch zie je alleen maar het slechte dingen. Ja, maar dat is, en de sporters, begrijp je? Bijvoorbeeld dat ik brons haal op een EK, dat zetten ze er niet op, begrijp je? Maar wanneer iemand die door het hoofd wordt geschoten, zetten ze er wel op. Precies, ja. Het is toch juist leuker als we die positiviteit omhoog kunnen brengen, maar ja, dat is iets dat waar is, de media controle. Dat is nieuws en media die eerst meer met negativiteit bezig. Ja, precies, want dat is ook van dan. Als mensen Overvecht horen, denken ze gelijk, oh, eng en dat soort dingen. Maar het is hier juist gezellig, het is in je familie, kijk, er zijn overal problemen. Overvecht is een soort van Amsterdam, Rotterdam. Diamanten weer hebben, begrijp je? Zo beschrijf ik het. Weet je, alle jongens die hard werken, of met studie goed bezig zijn, of met sport goed bezig zijn, of gewoon hard werken. Ja, klopt. Voor die problemen die zie je makkelijk, weet je, met die goede jongens die gewoon naar school gaan, hun sport gewoon goed oefenen, doelen bereiken, daar hoor je niks niet zo snel weer wat van. Totdat ze echt op landelijke televisie komen. En
dan pas komt er een keertje, Ik keer zoals we nu lopen, als je hier, als je dwars door de rotonde, hier rechtdoor. Ik zeg, dwars door de rotonde, zeg ik. Zo. We gaan weer de lucht in, hè? Ja. Rotonde rechtdoor. Dat is Kandusi Airlines. Ja, hier rechtdoor heb ik eigen worstelschool, heb ik dat. Dat is waar ik les geef en KSV Antheus. Dus voor iedereen die een kijkje wil die een keertje wil komen kijken, harte welkom. Daar geef je les aan? Aan kinderen en ik ben ook bezig met volwassenen. Daar ben ik ook bezig. En het is gewoon prachtig als je die kinderen ziet worstelen. Die aanval aan het been die ik net doe, gewoon kinderen. Ja. Tenminste, mijn kinderen doen dat. Ja. Het is altijd mijn kinderen, weet dat ze mij zijn net als mijn kinderen zijn het gewoon. Tenminste, ook al ken ik dat gevoel niet, maar voor mij zijn ze alles. Echt, en dat is zo mooi om te zien als je de dingen leert en ze pikken het zo snel op. Vooral talent is echt te veel hier. En dat vind ik zonde, je weet. Sommige ouders geeft je voldoening. Ook, en wat ik, wat ik dan weer jammer vind, is ouders die kinderen laten op straat hangen. Ja. Terwijl je kind zoveel talent heeft. Alleen kon ik het maar op papier laten zien alsof van hoeveel talent hij heeft. Begrijp je? Alleen, er zijn sommige ouders komen niet eens naar de sportschool. Laat hun kind gewoon lopen en dan bijvoorbeeld zie ik dat kind gewoon 6-7 maanden ziek zijn ouders. Nee, 6 maanden, begrijp je? Ik vind, man, begrijp je? Hoe ga je dit nog je eentje voor uiteindelijk? Ja, kappen ze ermee. Maar waarom? Ouders zijn echt, ik zeg altijd, als je ouders in je hand hebt, heb je het kind ook in je hand. Het kind wil altijd bewegen, altijd sport. Het kind vindt het leuk, kind houden van gezellig, heb je lekker rennen. Precies, alleen, talent, ouders, talent ontdekken. Precies, en als stop je met de sport, doe een ander sport dan tenminste, begrijp je? Inderdaad, ja. Ga voetballen of probeer iets. Probeer iets en totdat je hart ja zegt. Ik heb ook allerlei sport. Ik heb Amerikaanse voetbal gedaan, ik heb turnen gedaan, taekwondo gedaan, kickboksen gedaan. Ja. Nu doe ik worstelen. Ik heb alles geprobeerd. En kijk eens waar ik ben terechtgekomen in het worstelen. Precies. En vanuit worstelen naar het MMA. Het is gewoon je hart volgen, dat is het gewoon. Dat is het mooiste, ja. Gewoon alles proberen in principe. En dan waar jij je gevoel het beste bij hebt. Juist, dat blijf je uiteindelijk daar doen. Blijf je uiteindelijk doen en het kan lang volhouden. En dat is natuurlijk het leukste als je kan, als je je hobby van je hobby werk kan maken. Ik heb blaffen. We hebben achtervolging gehad met de hond. Ik sprong op die kooi gewoon. Klim erop. Je weet wel, atletisch was ik, hè? Niet. Met salto, met salto. Nee, niet zo'n hond salto. Maar ik denk aan de salto dan hoor als die hond komt. Ik denk aan wegwezen hier. Spring op die hek. Haal die hond weg, haal die hond weg. Tijdens de wedstrijd gewoon, die hond pakt die bal van ons af weg. Ja, je weet, bal regelen is moeilijk. Het was moeilijk vroeger, bal regelen. Iedereen was gierig. Ja, bij ballen selectie in blijf morgen zien voetballen. Ja, dat is wat de muur. Met de nieuwste bal, hè? Nieuwste bal, ja. Dat is ons achterop op de fiets, zegt hij. Nee, mijn vader kijkt. Ken je die niet? Zegt hij, mijn vader kijkt. Hij maakt me dood. Ja, dit is die trouw. Die kennen die ken je ook dan, ja. Die tent is actief, maar ook water halen. Als we dit gewoon moe waren. Dan krijg je 30 cent zo. Al water. En dan zegt hij opeens, alsof als we niks hadden, dan halen ze even een fles water thuis dan. Zegt hij, nee, maar zegt hij, mijn water is op. Kijk, dan ga je geloven, ik was klein. Ik dacht, hoe kan dat, die water is op? Nee, maar water is op, zegt hij. Het is ook zijwegjes werden verzonnen. Ja. Water is op of niemand is thuis. Ik heb geen sleutels. Maar hij gaat wel 5 minuten naar huis. Begrijp je ook niet? Ja. Kooi in. En iedereen is vrij. Iedereen is weg. Hij zit ook op die doel. Gewoon, ik weet niet hoe het hem lukt, maar hij voelt gewoon die doel op. Ga die hond weg, ga die hond weg, ik ben in paniek en zo. Wel van alle sporten thuis, hè? Ja, zoals ik zeg, ik heb mijn hart mee voor, maar ik ben wel gestopt met hartpijn. Waarom? Ik kijk nog tot dag van dag nog steeds voetbal, ben een voetbalfanaat. Alleen door te veel trainen en buitenland met worstelen, kon ik het gewoon niet meer doen. En moest ik echt stoppen, gewoon met pijn in mijn hart, maar zeg ik eerlijk, gewoon weinig geld zelfs. En zo erg was het gewoon voor mij. Voetbal de hoofdklasse, gewoon aardig voetballen. Tenminste, denk ik. Maar voetbal is ook geluk weer. Ja. Heb je dat je wordt gezien en dat geen je... factor weer, waar we het over hadden. Precies, dus het is wel echt jammer, maar het moet zo lopen. Dus altijd, God heeft mijn route uitgestippeld en die volgen. Ja. En wat komt, komt, wat gaat, gaat, begrijp je? Ik denk heel simpel daarover. Ik ga niet heel lang jammeren over iets of wat dan ook. Maar ja, buiten dat, je hebt een goede carrière in de worstel. Ja, in de worstelwereld zeker. En nou probeert ook het MMA over te brengen. Dus en motivatie is hoog. Om zo te zeggen, voor mij is het net alsof ik vanaf nul begin. Ja. Een nieuwe sport, een nieuwe wereld. Van worstelen en nieuwe MMA. Mensen, ja, begrijp je. Ja, het is wel een beetje bekend. Dat worstelen zie je MMA worstelen natuurlijk ook. 80% kom je in een worstelsituatie terecht. Ja. Dat merk je wel van je voelt je thuis.
heb je heel veel mensen durven gaan, maar waarom? Omdat ze dat worst in de situatie niet kennen. Klopt. Maar zodra je daar thuis gaat voelen, ja, ga je denken, is dit, begrijp je? Dan ga je het heel simpel zien, het Elmba. Ik zie het gewoon echt als worst in mijn kickboxen. Meer niet. Ik zie geen gekke dingen, geen oorlog erin. Nee. Ik zie gewoon iemand gooien en gewoon de grond verder slaan. Ja. Niks meer, niks minder. Precies, ja. Het is ook gewoon, het is dat is het gewoon ook. Ja, alleen mensen maken er een hele gekke verhaal van. Ja, van ja, ja. Dit oorlog, je kan doodgaan. Ik allemaal gekke verhalen hoor ik. Zolang er een scheidsrechter in de kooi staat, dan precies, hoef je niet bang te zijn. Genoeg oorlog toen. En dat is ja, nu het gewoon steun ook van de jongens van de buurt. Ik heb echt veel liefde en steun, ja, eerlijk. Daar ben ik wel echt gezegend mee. En mijn ouders, mijn moeder natuurlijk, die precies, mij overal ja, brengt. Dat mijn moeder is gewoon ouders, is gewoon mijn ziel, is gewoon alles wat ik zeg. Ja. Voor mijn broers die mij steunen, maar vooral echt mijn moeder. Ja, ook mijn broers hard worden? Ja, ook. Ja. Nou, mijn broers zijn anders dan ik, die zijn niet zo atletisch als het wel, begrijp je niet. Ze ja, hebben ook okay, wel sport gedaan, maar ja, dan gewoon echt constant gewoon kickboksen, begrijp je? En, maar niet op een niveau wat dan ook. Dat was gewoon meer om jezelf te kunnen verdedigen, gewoon, je moet gewoon kunnen vechten, begrijp je? Ja, tuurlijk. En van mijn moeder heb ik wel echt, mijn moeder, al koop ik een nieuwe wereld voor haar, is nog steeds niet genoeg. Ga je weer of niet? Nee, precies. Al koop ik Jupiter voor haar, is nog steeds niet genoeg. Niet het is gewoon van, ik kan niet uitleggen wat het allemaal is. Ik snap precies wat je bedoelt. Ja, dat is precies wat. En dat is ook bijvoorbeeld, ik heb een broertje 2 jaar geleden heb ik verloren, een broertje. Ook weer, nieuw vuur, ga je motivatie, het is zwaar, je mist hem natuurlijk. Dat is wel een van de zwaarste dingen waar ik nog steeds niet echt balans in heb kunnen vinden qua emoties. Maar hij was ziek. Er is altijd zieke mensen, er zijn mensen die door God gewild zijn. Begrijp je, de beste mensen worden eruit gepikt. Hij was gehandicapt. En dat was ook natuurlijk onze gezicht van de buurt. Hij heeft ook een eigen eerbetoonbankje zelfs gekregen. Okay. Hier in de wijk. Met zijn naam erop en alles. Hij deed ook veel voor de gehandicapten. Deed hij veel, dus hij was het gezicht voor hen. Bijvoorbeeld met drempels. Ja, zo met rolstoel kun je niet erop, weet je, dan maken ze een plat gemaakt. Zodat alle andere kinderen met, ja, heb je minder valide kinderen ook erop kunnen. Speeltuinen voor hun speciaal. Ja. En dat was hij het gezicht van. Dat gebruikten ze hem voor als grijp je reclame. En dan, ja, hij was er gewoon voor iedereen. Voor vrienden, voor ouderen, voor jongeren. Hij gaf iedereen het gevoel gewoon, grijp je. En dan kun je ook zien van, met hoe weinig hij kan niet lopen, hij kan niet praten. Dan heb je zoveel beperkingen, maar toch lachen elke toch dag. Lachen. Grijp je? En wij maar klagen dat we dit niet hebben, dat we dat niet kunnen. De, ja. Grijp je? Al-Jubbar, Al-Jubbar was het icoon van de buurt eigenlijk. Ja, echt. Het is echt onze superster. Ik had een keer een tussenjaar genomen met school. Toen was ik heel vaak met Adam. Ik ben heel vaak met hem, maar toen zag ik elkaar echt dagelijks. Toen kwam ik ook heel vaak bij hem over de vloer. En toen leerde ik Al-Jubbar eigenlijk kennen. En het werd echt een grote vriend van me. Ik moet je zeggen, hij heeft ons één levensles meegegeven. En dat is dat je ten alle tijden moet blijven lachen. Want Al-Jubbar, de pijn die hij onderging, die ondergingen en ondergaan wij niet. En zo zijn er heel veel mensen, soortgelijk aan Al-Jubbar, die zie je op televisie, die zie je in je omgeving. Maar nu kom je in aanraking met iemand die in jouw directe omgeving aanwezig is. En zijn overlijden, Allah rahmoh, mogen Allah hem genadig zijn en een prachtig plekje in Jannat al-Firdaws schenken, inshallah. Hij heeft ons wel een beetje wakker geschud. En, het blijft ons motiveren. Ja. Snap je? Het blijft ons motiveren. Hij is altijd aanwezig in onze harten. En het is prachtig om zo iemand te mogen hebben leren kennen. En dat zijn echt daadwerkelijk de beste mensen. Dus, 17 jaar was hij echt goed. Bij zijn geboorte heeft hij zelfs al na 1 week altijd. Ja. Hij was 17 jaar. Ook gewoon een strijder. Ja, hij was strijder. Ook met worstelen af en toe. Hij zelfs een keer meegaan naar Duitsland een paar keer. Hij was gewoon supporter, maar hij was een gek supporter. Want als je verliest, wil hij niet spreken. Heb je hem niet, want hij moet niks op te maken hebben. Ja, hij was keihard. Hij was keihard. En dan, begrijp je, was echt 17. 17, ja. Dat is toch te leven, zeg, 1 week. Ja, hij is, ik zeg eerlijk, zo'n hart. Ik had maar zo'n hart net als hem. Zo'n echt van vechtlust en strijd. Ik zeg altijd, het was een jongen die gevangenen zat in een lichaam wat minder kon. Precies, begrijp je? Zo zag ik het altijd, als je in zijn ogen kijkt. En heeft mij zoveel dingen geleerd, gemotiveerd, vuren. En dat is de reden waarom ik nu nog aan het vechten ben. Ja. Voor hem en voor mezelf en voor mijn ouders. Begrijp je? Als ik al zo'n gek als mijn broertje. Als ik al zo'n, wat normaal is natuurlijk, een pijn, gemis. Dat staan mijn ouders, begrijp je? Het is anders. Ik denk, als kind en als broer is het een groot verschil. Mijn kind. Zeker, je? Als zeker, voor zijn. Zeker voor een moeder. Maar echt, dat is waarom we hongerig blijven en vuren en graag onze doelen willen jagen. Zeker.
En dat is gewoon, blijf motiveren, discipline. Alles is gewoon 100% weer naar mij toe gegaan, begrijp je? Dat is gewoon, het is een zegening. En naar Mekka geweest, ook met mijn moeder samen. Dus er zijn wat dingen daar echt in mijn leven gebeurd waar ik echt God, altijd dankbaar zal voor zijn. En nog steeds dankbaar voor ben. En elke dag nog dankbaar moet zijn. Ja. Dat ik gezond ben en dat ik kan doen wat ik leuk vind. Ja, ja. En niet iedereen kan dat, moet je ook beseffen. En dat is zo, we vechten nog steeds elke dag. Precies, ja. Dus, belangrijk. En hopen dat ik het gezicht voor de kinderen kan zijn, de toekomst wat eraan gaat komen. Dat zou wel leuk zijn. Ja, toch. Dit is het bankje, dat hebben we ook zelf gemaakt. Het staat ook ter ere van Abdel Jabbar. Abdel Jabbar, ja, voor mensen die het moeilijk, vinden, moeilijk kunnen uitspreken, zegt Abdel gewoon. En dat symboliseert gewoon hem ook. Kijk, dat is de jongen in rood, dat is mijn broertje, zeg maar. En dan kijk mijn moeder, mijn vrouw met hoofddoek. En dan ook oma's, opa's. Iedereen was dol op hem en hij was dol op iedereen natuurlijk. Vandaar ook, kijk, één grote gezin, een gelukkig gezin, familie. Ja, dit symboliseert gewoon maar iedereen, ook gewoon wijk. De zon met een glimlach. En ja, het staat er ook. Welkom, kom zitten. En met weinig kun je heel gelukkig zijn. Het staat er ook. En ja, hier kwam ik altijd spelen met hem. Met, als gezin of geef een rondje lopen. Wou ik altijd hier naartoe kijken. Omdat hij heel van als kinderen aan het spelen waren. Want ook al kon hij het niet zelf heel goed. Hij leeft gewoon mee met hun, zeg maar. En dat was het ook. Hier staat ook nog, wees tevreden met weinig en je zult gelukkig zijn. En hier staat het verhaal achter deze bank. En dan de ontwerps door mijn broer, Soufiane, en de mensen die ermee te maken hebben. Dat is het verhaal. En dan, kijk, achter deze bank zit een verhaal over een bijzondere en speciaal jongheid Overvecht. Mijn naam is Jabal Kandoussi. Een beetje van een vrolijk, ja, zei, ik kan zelf lezen, echt leuk. Mensen liefhebbende genoeg. Hier op de, zie je erop zitten. Bijvoorbeeld afgelopen, in augustus was hij jarig, 26 augustus. En dan, omdat hij jarig is, ja, normaal vieren we het, of gewoon een beetje cadeautjes geven. Dan kom ik hier gewoon in het speeltuin waar hij altijd was. En dan ga ik gewoon ijsjes uitdelen van kinderen hier. Of gewoon kinderen gelukkig maken, begrijp je? Dan haal ik bijvoorbeeld 4 pakken ijs, heb ik afgelopen keer gehad. 5 pakken ijsjes. En dan was het mooi weer ook toevallig. Uitdelen, hup, hup, hup. En iedereen lacht, iedereen is gelukkig. Ja, namens hem doe ik dat gewoon. Oh ja, herdenking. En dat doe ik dan gelijk. En het is wel leuk hoor. Kijk, en nou, ja, hier heb ik gezien hoeveel kinderen hier spelen. Oh, daar is mijn nichtje toevallig. Die heeft mij niet gezien, denk ik. Want ik ben ook een buurtsportcoach, noemen ze dat. Dat, dat noemen ze buurtsportcoach. Namens de gemeente doe ik dat. En kijk uit, jongens, kijk. En dan geven ze, zeg maar, geef ik zeg maar les in de wijk hier. Geef ik worstelen. Geef ik hier. Af en toe, als ze dat wil, geef ik ze kickbox. Voor de kinderen gewoon puur om. Puur buurtactiviteiten om ze bezig te houden. En dat is wel leuk natuurlijk, dat die kinderen een beetje beweging hebben. In plaats van alleen maar dit, kunnen ze dan ook bijvoorbeeld, dat sta ik hier gewoon. Neem ik een paar handschoenen mee. En dan ga ik lekker met ze bewegen. En dat, begrijp je? Kinderen aan de beweging houden natuurlijk, ja, want de bewegen. Ik heb dat percentage gezien hier in Overvecht. Dat is gewoon. 80% of 70% heeft overgewicht gewoon, hè. Zo erg, hè? Ja, ja, dat is ik zeg, ja, ik moet zo lachen, ik begrijp het niet. Begrijp je? Ja, ik van, hoe dan? Dan moeten ze allemaal... Telefoon, ja. Fortnite en dat soort grapjes. Ja. Nee, ik ben daar geen fan van, zeg je wel eerlijk. Lekker sporten. Is goed, leuk. Leuk dat je nu ook wordt herkend in de wijk. Ja, nee, het is echt... Ik hou van hun, hun houden van mij, denk ik, hoop ik. Dat is het wel. Het is wel... Kleine, van de jeugd, dat zijn de echte fans. Ja. Zeg ik bijvoorbeeld in Albert Heijn, komen ze rennen, meester, rennen. Ja. Mocht trainen, hè? Hij herinnert mij dat hij moet trainen, ja. Terwijl ik train, begrijp je hem niet? Ik wil tegen hem zeggen, mocht trainen, hij zegt van mij mocht trainen. Maar dan kan je zien hoe enthousiast ze zijn om lekker te gaan sporten met jou. Ja, tuurlijk, met die kinderen, dat zoals ik zei net in het begin ook, zoveel talent, vuur, wil, discipline. En dat is het gewoon, van hun willen gewoon knallen, begrijp je? Ja. Dat zie ik aan je op de worstelmat. Angstloos, zenuwachtig, wel maar gezonde spanning. Ja, maar jij vecht ook, dus begrijp je weet wat ik bedoel met dat spanning. En dat is gezonde spanning. Maar je hebt ook wat meer zelfvertrouwen. Elke kind moet je ook anders behandelen. Je kan niet tegen iedereen zeggen, tegen sommigen kan je wat ruiger en harder zijn. En dan bijvoorbeeld, ik heb een meisje bij mij in de groep, zij worstelt ook een Nederlands kampioen. Ik zeg, ga je bent bang vandaag, hè? Zit aan je hoofd.
Dat is helemaal niet. Dan worden ze gek. Dan worden ze helemaal gek. En dan slingeren ze iedereen op die mat. Begrijp je of niet? En tegen die andere zeg ik van, jij kan het. Ik zie het aan jou. Je hebt er zin in vandaag. Begrijp je? Het is een heel ander verhaal. Ja, ja, ja. Dat is gewoon elk kind. Ik beschouw ze als mijn kinderen natuurlijk. En je moet ze anders behandelen. En ze doen het goed. Het loopt goed. Het gaat goed. En nu willen we ook naar Duitsland toe gaan. Daar worstelen met de jeugd. Okay. En daar domineren. Hoe ik daar zelf heb gedomineerd. Nee, maar het is gewoon, ja, als je hard werkt, pak je altijd de prijs. Begrijp je niet? In ieder geval, sowieso bedankt dat we mee mochten. En jullie bedankt, man. Voor mij is het een eer. Voor mij is het een eer. En om met jou sowieso die training te hebben gedaan. En om ook even had je er wat aan, denk je? Heb je wat onthouden of niet? Jawel, zeker. En anders kan ik het terugkijken. Ja. En ik denk dat ik zeker nog een keertje kom. Niet op straat doen, hè? Maar als er iets gebeurt en ik moet naar de grond. Dan moet je. En ik word ervoor gepakt, dan zeg ik, moet je bij hem bezig. Ja, en bij hem moet je gewoon zeggen, niet mijn naam, gewoon bij hem kan moet je... Kan dus die airlines, ja, nee. Ja, maar toch. Nee, maar zelfverdediging is belangrijk, altijd. Zeker. Vooral dit tijdperk, je weet hoe het gaat, iedereen wordt gepest, dit soort gekke gedoe allemaal. Beetje vechtsport, een beetje zelfvertrouwen. Het houdt je mentaal ook gewoon sterk, je wordt rustig van. Ik zeg altijd, wij vechten zijn de meest rustige eigenlijk. Want waarom, wij weten wat we kunnen doen, begrijp je, daarom zijn wij ook het meest vriendelijke. Maar iemand die onzeker is, die gaat snel ruzie maken. Want hij denkt van, hé, begrijp je, die voelt zich niet lekker comfortabel, maar ik... Ja, ik lach de hele dag, begrijp je niet? Ik loop ook niet stoer te doen de hele dag in de buurt, jullie vechten tegen iedereen, begrijp je niet? Dat is een beetje gek. Dan zeg ik, wij atleten zijn de meest rustige mensen eigenlijk. En heel veel denken juist over ons dat wij agressief zijn. Maar dat is alleen een knopje die wij moeten omzetten in een ring. Dat is gewoon zakelijk, dat is gewoon werk. Niks meer, niks minder. Dat zie ik heel mooi. De vechters kunnen zich altijd goed inhouden. Dat we die discipline leren natuurlijk. Dat is gewoon mooi. Ja, van onze trainer krijgen we het mee. Van huis. Ja. Maar zelfverdediging ten alle tijde. Dat heb ik wel geleerd. Dus ja, dankjewel man. Bedankt in ieder geval. Ik waardeer het. Voor de kijkers, volg Ademar Kandoussi. Ja. En de video eventjes liken. En niet te vergeten, subscriben natuurlijk. Dank jullie wel. Yes. En hopelijk hadden jullie er wat aan. Het is anders dan die andere soort Global Fight Center, maar dit is het. Dit is wie ik ben, een stukje van wie ik ben. En dat wil ik graag met jullie delen. En hopelijk... Trek jullie motivatie eruit voor degene die niet sporten. Ga naar de gym, of het nou fitness, kickboksen is. Lekker werken, lekker werken. Dat is het belangrijkste. En komt goed, blijf werken en discipline houden. En weet wat je wilt, tunnelvisie zeg ik altijd. Goed.